Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Boven Nederland starten we vandaag met veel wolkenvelden, maar hier en daar schijnt ook al de zon. En in de loop van de ochtend zullen we op steeds meer plaatsen de zon zien doorbreken. Lokaal kan een bui vallen, dat is er vanochtend vooral in het noordwesten of in Groningen. En in de loop van de dag gaat de buigheid toenemen. Het wordt een lijn met buien en die trekt langzaam richting het zuidoosten. Daardoor blijft het denk ik in Limburg ook vanmiddag nog droog. Het kunnen stevige buien zijn met kans op onweer. Temperaturen vanmiddag op veel plaatsen rond 24 graden. Vanavond trekken de buien dan naar het oosten weg en dan is het een groot deel van de avond droog, waarbij ook nog even de zon schijnt. De temperaturen liggen daarbij rond 19 graden. Morgen hebben we een zomerse dag. Oostelijke wind zorgt voor zonnige perioden. Temperaturen lopen op naar 25 tot 27 graden. Alleen in het zuidwesten en westen is het vaker bewolkt. En daar vallen meer buien. Die buien breiden zich later in de middag en avond over het hele land uit. En zondag of zaterdagochtend trekken die buien dan geleidelijk weer weg. Zaterdagmiddag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En schijnt opnieuw de zon. Maar wel dus een wisselvallige start van de zaterdag. Zondag is het net andersom. En ook maandag vallen er buien. Ik ben Michiel Severin.